Dan. Een vrouw van 54 uit Amersfoort ligt met hersenletsel op de intensive care. Zondagavond werd ze aangereden door een auto en de bestuurder van die auto reed door. Asociaal is een understatement. Het is belangrijk dat we die bestuurder zo snel mogelijk vinden, hè Joost? Ja, absoluut. Zondagavond 30 januari rond 21:15 steekt de vrouw vanuit de Arnhemse straat, dat is het centrum dus, de kruising met de stadsring over. En vanuit de richting van het gemeentehuis komt dan de auto die haar aanrijdt. En daarbij wordt ook een 22-jarige bromfietser aangereden. Ja, die auto stopt dan niet, maar rijdt gewoon door. Ja, die rijdt dan verder over de stadsring in de richting van de Hogeweg. De fietser en de bromfietser worden dan naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. En in het ziekenhuis blijkt dat de bromfietser licht gewond is, maar dat het met de fietser echt een stuk ernstiger gesteld is. Ze wordt nog altijd in coma gehouden. Ze is op de IC opgenomen. Ja, en ze heeft mogelijk dus hersenletsel. Ja, verschrikkelijk. Laten we hopen dat ze er weer goed uitkomt. We zijn nu dus op zoek naar de bestuurder van die auto. Om wat voor auto gaat het? Ja, dat weten we nog niet precies, maar we hebben wel een idee. Want op de plek van het ongeval zijn enkele onderdelen van die auto gevonden. Het gaat onder meer om een lijst van een bumper. Die zien we hier. Die lijkt thuis te horen op een zilvergrijze Mercedes C-klasse van bouwjaar 2000 tot 2007. En we zien hier een soortgelijke auto. Ja. Er is bewakingsbeeld waarop we in de verte de aanrijding zien gebeuren. Het beeld is niet heel best, maar beter iets dan niets. Ik wil even waarschuwen dat het al schokkend ervaren kan worden, zeker als je weet hoe de vrouw er nu aan toe is. Hier zien we twee auto's over de stadsring rijden, vlak voor de kruising. Met op de rechte rijstrook de vermoedelijke Mercedes en daarnaast een witte auto. Let op, helemaal linksboven. De Mercedes rijdt de fietster aan en daarna de bromfiets. Hier de aanrijding nog een keer. Onder de auto zien we vonken. Ja, heftig om te zien, Joost. De bestuurder van die witte auto die ernaast reed, hebben jullie die al gesproken? Nee, wat we weten is dat die witte auto uiteindelijk optrok en verderop stopte. En dat de bestuurder ogenschijnlijk met getuigen sprak. Nou, we willen die bestuurder heel graag spreken en roepen hem of haar dan ook op om contact met ons op te nemen. Ja. Dit was dus afgelopen zondagavond rond 21:15 op de kruising van de Arnhemse straat en de Stadsring in Amersfoort. Het was donker, maar mogelijk heeft u toch een en ander gezien dat van waarde kan zijn. Weet u waar de vermoedelijk zilvergrijze Mercedes C-klasse van het bouwjaar 2000 tot 2007 met voorschade nu staat? Of misschien weet u gewoon wie de Mercedes heeft bestuurd? Bel 0800 60 70 of anoniem 0800 7000.